En allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de enige echte Lego Advent Kalender. Mijn naam is Michael en vandaag is het niet dag 10, maar dag 11. Waar was dag 10? Dag 10 was volgens mij... was het dag 9? Nee, dag 10 is al voorbij. Dus waar is dag 10? Dag 10, hier. Dus we gaan vandaag dag 11 openmaken. Ik ben heel erg benieuwd wat het vandaag weer gaat worden. Heel benieuwd. Zo. Oh, die vind ik wel leuk. Mijn moeder heeft trouwens alles netjes neergezet. Een soort van. Want als ze zover het niet omgevallen is. Maar ik moet toch echt een klein beetje ruimte maken voor mijn nieuwe bouwproject. Want dat wordt natuurlijk weer hartstikke awesome. Nee, niet vallen. Nee, niet vallen. Goed zo. Daar heb ik geen zin in. Oké. Dan gaan wij beginnen met als eerst... de voet van de toren. Dat is dit. Daar komt denk ik een zwart dingetje op, toch? Twee zelfs. Twee zwarte dingetjes. Nou, helemaal perfect. Helemaal twee zwarte dingetjes. Dan komt er een halve ding op, zo. Net zoals de vorige keer. Dan komt er een ding met een klemmetje. Die komt daar in het midden op. Ik weet ongeveer wel een beetje hoe je deze klop moet maken. Niet dat ik hem al voorbereid heb. Dat heb ik niet echt serieus waar niet gedaan. Meer gewoon omdat het een beetje logisch is. Dan komt die klok. Het is... hoe laat is het hier? Ja, zo laat. Zo. Even kijken. Voor mij klopt die zo niet. Dacht ik al. Zo. Klopt die zo? Ja, helemaal perfect. Dan komt er deze hier achter voor de mooie smeuïge smaak. En dan komt deze hier al achter voor de extra afwerking. En dan hebben we ons mooi boompje. Die komt hier. Wauw. Dan moet ik deze er even afhalen en even andersom zetten. Zo. Dat ziet er even wat sexier uit. En dan doen wij een mooi dingetje hier onderop. En dan doen we hem een beetje scheef. Kersttak aan moet hij zo, hè. Nou, dan hebben we een mooie klok. Mooie kerstklok. Dan hebben we zelfs nog weer een onderdeel over. Een mooie rode, mooie, mooi ding zo. Ja, heel mooi. En die gooien wij hierin. En dan gooien we hem weer dicht. Dus dan hebben we weer een nieuw ding van de Lego Advent Kalender. Dus kijk eens maar even kijken naar deze Lego Advent Kalender. Vergeet natuurlijk niet zoals altijd een blauw duimpje omhoog doen. Vergeet hier beneden niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer terug bij weer een nieuwe aflevering van de enige echte Lego Advent Kalender. Tot de volgende keer. En ik zeg zoals altijd, later.